bij deze nieuwe video. Daar ben ik weer op jullie beeldscherm. Vandaag ga ik iets testen. Werkt oogschaduw primer nou echt? Voor de mensen die niet precies weten wat oogschaduw primer is. Het is een soort van concealer die je op je ogen doet voordat je begint met oogschaduw. En de claims zijn dat als je een oogschaduw primer gebruikt, je oogschaduw langer blijft zitten, beter blijft zitten, de glanzende kleuren meer glans geven en de kleuren wat heftiger worden. Dus bijvoorbeeld als je een rood opdoet, wordt het iets roder of een geel wordt iets meer geel. En dat soort dingen. Nou, dat is obvious wat iedereen wil. Ik gebruik al oogschaduw primer sinds ik mij kan herinneren. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik het niet gebruikte. Misschien like 8 jaar geleden, toen het nog niet eens bestond. Ik krijg ook heel vaak de vraag van mensen van Sarah, mijn oogschaduw blijft nooit gewoon goed en lang zitten. Ik persoonlijk heb dat probleem echt letterlijk nooit. Mijn oogschaduw, wat ik ook gebruik, blijft altijd lang zitten. Gewoon tot het moment dat ik mijn make-up eraf ga halen. En dat is af en toe echt like pas na 12 uur. Dus qua oogschaduw heb ik echt geen problemen met dat het eraf gaat. Maar ik moet wel zeggen, ik gebruik letterlijk altijd oogschaduw primer. Of ik gebruik gewoon echt een primer, of ik gebruik mijn concealer als primer. Whatever, één van de twee. Dus we gaan vandaag kijken of het echt aan mijn oogschaduw primer ligt, dat mijn oogschaduw altijd heel goed blijft zitten. Dus ik ga één oog opmaken met oogschaduw primer en het andere oog met helemaal niks eronder. Niet eens concealer, letterlijk niks. Ik heb mijn gezichtsmake-up al gedaan, foundation, concealer en zo, maar op mijn ogen zit nog echt helemaal niks. Ik ga ook gewoon een oogschaduwpaletje gebruiken waarvan ik weet dat die gewoon prima is. Dus op zich zou die ook zonder oogschaduwprimer goed en lang moeten blijven zitten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ben jij ook benieuwd? Blijf dan gewoon vooral nog even kijken en vergeet niet te liken en te abonneren. Het oogschaduwpaletje die ik ga gebruiken is mijn Royal Palette van Queen Tarzi. Dit is echt een heel mooi paletje met echt prachtige kleurtjes. Kijk al deze kleurtjes. Ik heb hier echt al zeker iets van 5 looks meegemaakt of zo. Staan allemaal op mijn Instagram, mocht je die willen zien. En hiermee ga ik vandaag ook een hele leuke look maken. Dus we gaan eventjes inzoomen. Nou, dan gaan we beginnen. Mijn oog hier is een klein beetje rood. Ik heb daaraan zitten krabben en zo, maar het is verder niks raars. Ik ga dit oog aanbrengen met oogschaduw primer en dit oog gewoon helemaal niks. En ik gebruik een van mijn beste oogschaduw primers naar mijn mening. En dat is de MAC Soft Ochre Paint Pot. Echt een toppie oogschaduw primer. Wat ik ook persoonlijk fijn vind aan een oogschaduw primer is dat hij kleur afgeeft. Zo'n nude kleur. Waardoor ik een mooie, lichte, egale oogschaduwbasis krijg voordat ik begin met de oogschaduw. Kijk, nou is het hier gewoon helemaal zo mooi licht in kleur. En hier is het gewoon mijn huidskleur nog een beetje donker. En dan pak ik ook een beetje losse poeder en die breng ik aan op de hele primer. Dat doe ik ook vaak. Uit het paletje pak ik de oranje lichte matte kleur, die heet Sophia. En met mijn grote fluffy kwast breng ik die aan in mijn hele arcadeboog. Dit wordt mijn transitiekleur. Nou, dit bracht in principe gewoon prima aan, gewoon zoals altijd. Dan ga ik het ook doen bij het oog zonder oogschaduw primer. Dit voelt nou zo raar om zonder oogschaduw primer te doen, dat gebeurt echt nooit. Wat me gelijk opvalt is dat die kleur nou iets meer donker is. Omdat er geen lichte oogschaduw primer onder zit, pakt hij gewoon mijn huidskleur mee. Dus maakt hij hem ietsje donkerder. Nou, ik zie echt al gelijk verschil. Ik had niet gedacht dat ik gelijk bij de eerste kleur al verschil zou zien. Maar ik denk dat iedereen het wel kan zien. Hier bleef de kleur ook meer op zijn plek waar ik het gewoon aanbracht. En hier is het een beetje all over the place. Het blijft niet echt plakken ofzo, want er zit obvious niks onder waaraan het zou moeten plakken. Dan heb ik hier de bruine matte kleur. Die heet Ariane. En met mijn grote fluffy kwast breng ik die ook weer zo aan in mijn arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die oranje kleur. Dan pak ik de prachtige groene glanzende kleur. Die heet Zara. Die kleur ga ik aanbrengen op mijn hele ooglid. En ik maak mijn kwast eerst nat met MAC Fix Plus. En dat doe ik obvious bij allebei de ogen. Dan pak ik de donkerste bruine matte kleur, die heet Selma. En met mijn medium fluffy blending kwast breng ik die zo aan op de rand van de groene kleur. Om het mooi samen te blenden met de andere kleuren. Ik pak even een andere kwast, want ik vind hem iets te groot. Ik pak een hele kleine fluffy kwast. En dan met de grote fluffy kwast pak ik weer de eerste transitiekleur. En daarmee ga ik een beetje zo over de randen. En dit doe ik bij het andere oog ook. Eerst met de kleine fluffy kwast breng ik de donkere bruine matte kleur aan, Selma.
Dan met de grote fluffy kwast ga ik er weer overheen met de transitiekleur. Om het weer een beetje uit te blenden bij de randen. Nou, en dit is dan hoe het er voor nou uitziet. Hier is dus met primer en hier zonder. Ik moet zeggen dat ik wel een beetje verschil zie hoor. Ik vind die toch wel iets mooier. Ondanks dat ik hier een beetje de fouten in ben gegaan met de te grote kwast. Waarmee ik die donkere kleur heb aangebracht. Is die toch iets beter gelukt. Dan doe ik een bruine oogpotlood in mijn waterlijn. En ik gebruik mijn Kiko lippotlood in de kleur 4. Zei ik nou lippotlood? Ik bedoel oogpotlood. Haha. En dan breng ik eerst die matte donkerbruine kleur aan. Selma. Op mijn hele onderste wimperrand. Dan blend ik het uit met de oranje transitiekleur Sophia. En dan pak ik weer een beetje van die groene glanzende kleur Zara. En ook die breng ik een beetje aan op de onderste wimperrand. Dan ga ik de look nog heftiger maken. Dan pak ik hier de prachtige blauwe glanzende kleur. Die heet Charlene. En ik maac mijn kleine bullet kwastje nat met MAC Fix Plus. En die kleur ga ik best wel heftig aanbrengen in mijn binnenste ooghoek. En een beetje naar boven toe zo. En ook een beetje naar beneden. Dan gebruik ik mijn zwarte Benefit Eyeliner Pen om een zwarte lijn te maken op mijn wimperrand. Zo, en dit is dan nou hoe de oogschaduw eruit ziet. Ik vind het uiteindelijk wel gewoon echt bij allebei de ogen mooi. Vooral die groene en blauwe kleur zo samen. Ik vind dat echt iets hebben. Echt een hele aparte combi, maar ik vind het wel echt heel erg mooi. Als mascara gebruik ik mijn Revolution Waterproof Mascara. Als nep wimpers gebruik ik mijn Tati wimpers in TL4. En dan ga ik ook even mijn gezichtsmake-up afmaken, blush, bronzer en al die zooi. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou mensen, mijn hele gezichtsmake-up look is ook helemaal af. Mocht je je afvragen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb een lippencil van Morphe Sweet Tea. En een MAC lipstick in de kleur Feeling Myself. Die is nieuw en super mooi. Echt een hele mooie bruine nude. Als ik zo naar mijn ogen kijk, vind ik ze allebei mooi. Het enige waar ik wel echt verschil in merkte, is het blenden van de matte kleuren. Met de oogschaduw primer blenden die echt iets makkelijker en ze bleven ook meer op hun plek. Terwijl hier ging de blenden iets moeilijker en de kleuren werden ook iets meer verspreid over mijn hele oog in plaats alleen op de plek waar ik het echt aanbracht en inblende. Qua de glanzende kleuren zie ik niet echt verschil. Ze zijn allebei gewoon heel groen. De blauwe kleur is ook gewoon heel blauw. In dat opzicht zie ik niet echt heel veel verschil. Nou ben ik heel erg benieuwd of ik ook verschil ga zien in hoe lang en hoe goed mijn oogschaduw op mijn ogen blijft zitten. Dus we gaan weer een all day wear test doen. Ik ga mijn make-up de hele dag ophouden. Het is nu 11:45, zoals je kunt zien. Mijn zus komt zo meteen hier. We gaan uit eten, dus ik hou het echt de hele dag op. En dan kom ik vanavond weer terug om te zien hoe mijn make-up er nog op zit. Misschien dat ik ook nog door de dag doorheen ook een beetje ga vloggen. Zodat je ook een beetje kunt zien wat ik doe vandaag. En hoe mijn make-up er na een aantal uur al uitziet. En ja, ik ben gewoon echt heel erg benieuwd of we echt verschil gaan zien. Dus blijf vooral nog even kijken. Oké, mensen, mijn make-up zit er nou ongeveer... het is nu 3 uur, dus 3 uur op ongeveer. 2 tot 3 uur. Ik ga nu aan mijn familie vragen welk oog ze mooier vinden. Zonder te vertellen waarom ik het vraag en wat ik heb gedaan. Dus ik ben benieuwd. Hallo, wie wil in mijn video? Hier is Siham, mijn pleegzusje. Oké, de vraag is... Ja? Welke oogmake-up vind jij beter? Die? Ja? Of die? Die kan. Die? Ja. Oh! Nee, ik doe niet mee! Ik doe niet mee! Hallo? Hallo? Nou, hier is mijn zus. Ook aan jou de vraag, welk oog is mooier? Oh, wacht, die zijn verschillen. Nee, kijk. Die of die? Ik zie geen verschil. Zij vond die beter. Wat is er anders? Dat mag ik nog niet vertellen. Nou, voor mij zijn ze exact hetzelfde. Oké, nou zij ziet geen verschil. Ik heb hier met een oogschaduw primer en hier zonder. Oh. En deze video gaat over of een primer nou echt verschil maakt of niet. Hoi. Wat vind jij van oogschaduw primer? Ik ben altijd te lui om hem op te doen. Maar als ik hem niet opdoe, wat overigens elke dag is, en ik doe oogschaduw op... Als het zeg maar een hele lange dag is, dan krijg ik hier altijd zo'n vet randje zo erin. Ja. Yeah. Maar als ik dus primer opdoe, dan heb ik dat niet.
Oké. Okay. Ja, dus dat is wel echt een duidelijk verschil. Nou, daar ben ik weer. Ik sta in mijn badkamer. Het is nou 17:50, dus mijn make-up zit er al ruim 5 uur op. En allebei mijn ogen zien er echt gewoon nog prima uit. Ze zijn allebei nog gewoon basically the same. Dit is dan nou hoe het eruit ziet. Ik denk niet dat iemand echt heel veel verschil zal zien. En ja, dat is de update voor nou. Ik ga nou uit eten, dus straks komt weer de laatste update. Kom. Mam, wil je er ook op? Opletten. Het is cadeautje moment. Nou, ik wou eens... Oh, daar wilde ik heen. Ja, dat weet ik. Oh, daar wilde ik heen, ja. Kijk, dit is gewoon massage van hier. Nou, daar ben ik weer. Het is nou 9:15. Dus mijn make-up zit er al de hele dag op. Ik zie nog steeds geen verschil in mijn ogen. Allebei de ogen zien er echt nog prima uit, zoals je kunt zien. Wel moet ik zeggen, ik heb een droge huid. Ik heb ook droge ogen. En dan blijft je oogschaduw over het algemeen echt beter zitten. Zoals mijn zus ook al zei, als je een vettige huid hebt, gaat je oogschaduw er wel echt sneller van af. En in haar ervaring helpt een primer daar wel echt voor. En zij ziet echt verschil. Dus zo heb je ook een beetje de mening van iemand met een vettige huid. Ik persoonlijk merkte wel echt verschil met het aanbrengen van de oogschaduw. Dus daarin zag ik het meeste. Dus ik denk dat we er wel een beetje van uit kunnen gaan dat een oogschaduwprimer toch wel echt nut heeft. Nou, dit was dan het einde van de video. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken als je dat leuk vindt. En ik plaats mijn gezicht in beeld om te kunnen abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!